Vice-president Ronnie Brunswijk is nog niet tevreden met de recente koersontwikkelingen. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Brunswijk samen met het staatshoofd te werken aan het verder laten dalen van de wisselkoersen. De koers voor de Amerikaanse dollar is de afgelopen maanden met ruim 3 SRD gedaald. Tevreden. Koers is 36. Van 7,5 naar 36, dan ga je niet tevreden. We werken daarna dat die koers stabieler wordt, dat we elke keer weer naar beneden komen, totdat we moeten zijn waar we wezen moeten. Maar in ieder geval, tevreden ben ik niet. Als je kijkt naar die koers nu, zoveel, van 7, zoveel naar 36 nu, of naar zoveel, dan kan ik niet zeggen dat ik tevreden ben. Maar het is wel nu, is daar vastgehouden. Dus dat kan gezegd worden dat het niet hoger is gegaan. Maar het is nu behoorlijk hoog. Het is hoger dan wat wij hebben verwacht. Brunswijk geeft verder aan zelf te willen dat de valutakoersen teruggaan naar het punt van toen de regering aantrad. De vicepresident is ingenomen met de ontwikkelingen die geboekt worden in de samenwerking met de IMF. Kijk, in de eerste instantie begin van IMF, je zit ook een beetje tegen IMF toch? Ik was eenmaal fel tegen IMF. Maar goed, de regering heeft een besluit genomen, zeg, we gaan in zee met IMF. En we hebben gezien dat inderdaad IMF heeft geholpen om de vertrouwen van het land terug te brengen. Dat buitenlandse investeerder zekere mate kan zeggen van oké, als IMF een programma in een land uitvoert, dat we wel zekerheid hebben. De vicepresident geeft aan degelijke economische stabiliteit te constateren, ondanks de nog hoge koersen. Daarom wordt er uitgekeken naar een goede uitvoer van het sociaal programma van de IMF.